ik was wel een beetje verbaasd over de woorden van mevrouw Bromet van een hele hoop gedoe om niks. Maar een Kamerlid, een volksvertegenwoordiger, wordt gekozen om het kabinet te controleren. En daar mag je als Kamerlid onderling inhoudelijk niet mee eens zijn. Maar als een Kamerlid een interpellatiedebat aanvraagt, in dit geval omdat dat Kamerlid vindt dat de informatieplicht of de artikel 86 van de grondwet in dit geval niet goed is nageleefd, dan vind ik het heel vreemd dat een collega-Kamerlid zegt een hele hoop gedoe om niks. Want wat je er inhoudelijk ook van vindt, je roept een minister eigenlijk ter verantwoording omdat je vindt dat hij geen bepaalde regels heeft overtreden. En dat zou je toch als democratisch volksvertegenwoordiger, dat mag je toch niet zeggen, een hele hoop gedoe om niks. Dit is waarom wij hier staan. Dit is waarom wij gekozen zijn. Om de regering te controleren. Dan mag je toch nooit zeggen, een hoop gedoe om niks. Wat is dat voor beeld naar buiten toe? Ah joh, we staan hier maar een beetje te keuvelen met z'n allen. Wat een onzin allemaal wat we hier doen. Ik vind het gewoon echt niet kunnen. Sorry. Ja, voorzitter, maar ik denk er heel anders over als mevrouw van der Plas. Ik heb net heel goed geluisterd naar hoe de minister heeft uitgelegd. En ik wist ook eerlijk gezegd niet hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat. Je geeft als minister een opdracht voor een rapport. Je hebt daar bepaalde intenties bij. Dat heeft de minister goed uitgelegd. Dan vervolgens komt dat rapport van een bureau en dan moet je dat bestuderen. Dan kan je het wel één op één, hup, allemaal zo naar de Tweede Kamer sturen. Maar we hebben een kabinet aangesteld om voor ons, namens ons, het land te besturen. En voor mij maakt het helemaal niet zoveel uit dat we 3 dagen langer hebben moeten wachten op een rapport nadat er ambtelijk naar gekeken is, nadat het kabinet erover gesproken heeft. En als dan straks die brief komt morgen en het kabinet zegt, nou, de natuur is een last, we hebben er heel veel last van, dan gaan wij zeggen, nou, daar zijn we het niet mee eens en wij willen dat het anders moet. Dat is de manier waarop wij controleren. Wij willen ook ruimte geven aan het kabinet. En als wij zelf als kabinet alle stukken moeten gaan zitten lezen, dan komt er helemaal niks meer terecht. Dus ik ben, natuurlijk wil ik het kabinet controleren, maar er hoort ook bij dat je de kabinet de mogelijkheid geeft om even met stukken te komen. Vind ik heel normaal. En dat is uw goed recht, voorzitter. Dat is het goed recht van mevrouw Bromet om daar zo in te staan. Dat is ook waarom we zo'n debat hebben, bijvoorbeeld. Mevrouw Bromet zegt hier, in het hart van de democratie, 150 mensen die hier gekozen zijn om het kabinet te controleren, en iedereen doet het op zijn eigen manier, met ook het recht om een debat aan te vragen. Dat is de democratie. Dan ga je hier toch niet zeggen, in dit huis, onder dit dak, dat zo'n debat een hoop gedoe om niks is. Dat zeg je toch niet? Dat mag mevrouw Bromet zeggen, maar wat is dit voor beeld naar buiten toe? Dat kan niet, echt niet. Ja, voorzitter, ik heb helemaal aan het begin van dit debat heb ik gezegd, ik zou liever het debat voeren op de inhoud. Ik zou liever het debat voeren over wat heeft Europa voor plannen met natuur in Nederland? Hoe staan wij er zelf in als in Nederland? Hoe staat het kabinet erin? Wat vindt GroenLinks PvdA ervan? Wat willen wij voor aanvullende voorstellen doen? Waar willen we tegenstemmen? Dat is de manier waarop ik hier dit land zou willen besturen. En ik vind ook dat er hier heel vaak een soort incidentenpolitiek bedreven wordt. Relletjes gecreëerd worden die geen relletjes zijn. En zo kijk ik ernaar. Afrondend. Ja, kijk, nu wordt het nog erger. Nu wordt het nog erger. Als Kamerlid heb je de taak de regering te controleren. En dat doe je op allerlei mogelijke manieren. Kan ook met Kamervragen zijn. Kan op alle mogelijke manieren. Dat is het grootste goed wat wij hebben in dit land. Dat kan. Er zijn landen in de wereld waar mensen vermoord, gemarteld, geëxecuteerd worden, omdat zij een democratie willen als de onze. En als je dan hier gaat zeggen dat serieuze vragen over de grondwet notabene, dat gezien wordt als gedoe om niks en zelfs wordt gekoppeld aan incidentenpolitiek en relletjes, dan vraag ik aan mevrouw Bromet om even heel goed na te denken wat zij nu doet met de beeldvorming van deze Kamer, die hier gewoon serieus bezig is. En inhoudelijk mag je het zeker scherp met elkaar oneens zijn. Maar om een democratisch recht van een Kamerlid, wie dat dan ook doet,
om een minister hier naartoe te roepen om zich te verantwoorden. En dat naar buiten toe, voor het oog van de natie, te zeggen, gedoe om niks, relletjes, incidentenpolitiek. Echt. Niet normaal.